Ik loop even op mijn veiligheidsschoenen de bak in. Blote poot. Ze doet wel ontzettend de best. Dat zie ik zelf ook wel. Ze doet echt enorm de best. Goed, Noor. Ja. Goed zo, meisje. Ze doet enorm de best. Dat zie ik zelf ook wel. Dicht terug, dat mag dus niet. Wat zeg je? Dicht, dat gebeurt met de hoofd. Ja? Ik schrijf mijn hand en blijf daar tegenaan. Dus daar zij ontspannen, ontspan ik ook. En hoe is zij op de andere hand? Want dat is in principe voor haar de lastige kant. Ik blijf stilstaan. Dan kan je niet over mijn teentjes heen. Mijn blote voetjes. Maar ze loopt voor het mooie nu wel iets achter de teugel. Ja, dat vind ik niet erg. Maar dat is wel. Oké, en hoe krijg je dat er dan uit? Ik wil eerst zeg maar op het moment dat ze zo met haar hoofd gaat doen. Ja, dat omhoog kijken steeds. Ja. Dat als ik mijn hand sluit en daar tegenin draai, ja, dat ze daar respect voor heeft. Ja? Nou, je ziet al, dat wordt steeds beter. Ja. En dan op een gegeven moment, want de tempo is nu goed. Ja, ze loopt nou door. En dan, zeg maar, wil ik op een gegeven moment... Ja, ja, het is zodra jij loslaat, is het meteen hoofd te schudden. Ja. Uiteindelijk wil ik, zeg maar, door hier mijn hand te sluiten. Dat ziet er in het begin niet zo heel goed uit. Maar ze doet nu ook stelling. Ja. Ja, ik zie er meteen al met haar hoofd iets meer naar binnen en dan de lijfie om. Elke keer doordat ik sluit en mijn hand naar voren geef, moet ze elke keer meer gaan snappen dat als ik mijn hand daarheen doe, dat ze mag volgen. Dat ze dus voorwaarts er moet zijn, bedoel je? Ja, ja. Nou ja, je, eigenlijk drijf je als het ware van achter naar voren altijd. Dus vandaar ook dat ik de teugel sluit. Ik drijf aan, zo van hé, ik wil dat je erin duwt. Dan ontspant ze, geef ik mee. Oké. Maar als ik jou zo zie, dan kan jij volgens mij, als jij een meter of zo of twee meter naast de hoefslag zet, kan jij haar volgens mij zo laten wijken de hoefslag op. Linksom denk ik sowieso, rechtsom is ze wat moeilijker om de been heen. Ja, dat klopt. Maar dat, ja. Ze is nu al meer gebogen dan dat ze zondag gebogen. Ja, maar volgens mij duw je er zo met je been de hoefslag op. Dat waren we toen wel al een beetje aan het oefenen, maar zoals ze nu loopt, loopt ze natuurlijk veel, ja, meer prettig eigenlijk. Ja, je hebt een stukje activiteit van achter nodig om hem van voor te kunnen regelen. Ja, en die achterkant, dat waren net twee houten ct-prikkertjes, zei de fysio. Ja. Ze boog ze niet. Kijk, ze vindt het heel moeilijk hoor, wat ik nu doe. Maar daar, en dat is ook lastig zeg maar, of voor Liz. Ja. Nou ja, dat is lastig. En als je nog niet zo groot bent en niet zo sterk, dan is dat lastig. Maar ik vind dat ze, kijk, ze pakt hier best wel wat aan. Ja. Dus
ze leert wel snel. Ja. Het is wel grappig om te zien hoor. En het stukje voorwaarts. Als ik nu tegen zeg kom, blijf erbij, dan is het ook goed. Hier wil ik eigenlijk heen, omdat ze dat hier gaan inrijden, zeg maar. Ja. Dit stukje naar mijn man toe, want hij loopt nu al veel lager met zijn hoofd. Ja, maar die bak is natuurlijk ook. Je loopt nou weer door een kuil. Weet je wel, dat is echt, zolang je de hoefslag vol gaat het wel. Maar in het midden zijn hier en daar wat kuiltjes gegraven geweest. Dan zak je ook weg. Dus dan is het ook, ja, hoe loopt ze op een andere bodem? Ik vind wel, ze is erg leergierig. Ze wil ja. wel. Ja. Ja, maar ze is ook lief. Ja. Ze is heel braaf onder het zadel. Ze is echt, Ik was wel benieuwd wat ze zou doen tegen mijn sportje. Dat is wel oké. Okay. In ieder geval, ze reageert goed, zeg maar. Ja, ja, ja. Zo van, hey, let op, ik heb nu wat Ze loopt ook met haar hoofd meer mee in de bocht. Dat zie je terwijl je niet eens heel veel ervoor doet. Tenminste, je trekt er niet opzij. Je ziet zelf dat ze die stelling al een beetje neemt in de bochten. En deze kant doet ze het goed. Dus daarom wil ik haar juist deze kant wat rechter stellen. Oh. Hier doet ze het iets te veel misschien dan. Ja, uit zichzelf al. Hier zie je ook dat ze de achterbenen actiever aanzet. Ja. Op deze kant. Ten opzichte van als je er andersom rijdt, dan zie je meteen dat het een beetje houten stokjes gaan zijn. Ja, het voelt af en toe net alsof ze in de achterhoofd net niet lekker mee. En dan struikelt ze wel eens, hè? Ja. Ja. Maar nu doet ze het wel. Ze sloft niet bij je. Ze tilt de poot op. Ja,